Elke huid heeft een uniek verhaal en voor elke vrouw is een true match. Tja, als man heb ik hier niet zoveel aan. Toch krijg ik regelmatig reclames voor make-up en andere typische vrouwenproducten voorgeschoteld. Op internet gebeurt het al dat ik reclames te zien krijg die speciaal voor mij bedoeld zijn. Ben ik bijvoorbeeld op zoek geweest naar een nieuwe wasmachine, dan krijg ik nog dagenlang reclames voor wasmachines te zien. Maar op televisie maakt het niet uit naar welke programma's ik kijk. Ik krijg precies dezelfde standaard reclameblokken als iedereen te zien. Terwijl via mijn digitale tv-ontvanger, mijn kabelaar, precies kan zien of ik bijvoorbeeld veel naar sport kijk en daar de reclames op aanpassen. In Engeland doet Sky het al en in België begint het kabelbedrijf Telenet een proef. Telenet leest via digitale tv-kastjes uit waar je interesses liggen. Vervolgens worden de reclames op die interesses aangepast en op de twee tv-zenders die Telenet in bezit heeft uitgezonden. We gaan het hier in Nederland ook krijgen. Ik denk dat het in Nederland uh, onontkoombaar is. De Nederlandse kabelaars met hun eigen tv-zender KPN en Ziggo zeggen de mogelijkheden te onderzoeken, maar nog geen concrete plannen te hebben, want gegevens van klanten gebruiken voor reclame dat ligt privacy-gevoelig. Vanuit oogpunt denk ik van de consument zeker, want die zit er niet op te wachten dat uh, zijn hele hebben en houden wordt, uh, wordt uitgenodigd door uh, televisieadverteerders. Kan ik dan ook een soort digitale uh, nee-nee-sticker uh, in mijn uh, decoder uh, plakken, zeg maar? Ergens zul je moeten kunnen aangeven aan uh, Ziggo of KPN dat je hier niet op zit te wachten. Dus als je wil, kun je ook als man gewoon naar make-up reclames blijven kijken. <middels>